even tot de wc en ik heb een potje. Maar het is echt best veel werk om alle bakjes en zo te prepareren. Het ziet er prima uit. Diner 26? Maar waarom mag ik niet tegen jou ingaan en jij wel tegen mij? Okay, ik heb best wel slechte humor, dus ik weet niet of jullie dit ook grappig gaan vinden. Deze kip is zo goeie voorname. Dat mensen zeg maar de energie uit je kunnen trekken. Als er iets is wat ik vies. Oh, je vindt mij nog steeds. Ik doe even een charlotte na. Maar voor mij is het echt. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben lekker helemaal in het zwart. De laatste tijd draag ik best wel vaak deze look, omdat ik het best wel leuk vind en lekker. Heerlijke trui van Chiquelle. Ja, welkom. Het is vandaag maandag. En ik was tot 7:30 echt niet wakker te krijgen. Ik weet niet wat ik heb. Ik ben een beetje koortsig en ik ben bang dat ik een blaasontsteking heb. Dus ik ga even zo bellen of er vanmiddag plek is bij de dokter. Ik heb echt een hele drukke week voor de boeg. Tenminste, morgenochtend heb ik een observatie in de klas die best wel lang duurt. In de middag nabespreken. En dan heb ik ook nog tijdens schooltijd taakbeleid uitleg. En na school heb ik weer zo'n startende leerkrachtencursus. Woensdag is schoolontbijt. Donderdag ga ik met Lotte filmen en afspreken. En daarna eten bij Frans en Linda. Dus best wel voor de boeg. Dus ik wil gewoon fit zijn. Dus ik ging best wel op tijd naar bed gisteravond. Maar ik ben echt moeer dan ooit. Ik kan misschien beter geen colletje aan kunnen doen. Want ik heb het zo heet. En mijn hoofd knalt echt uit elkaar. Hebben jullie wel eens een blaasontsteking gehad of iets? Want ik heb het volgens mij al niet meer gehad sinds ik 10 ben of zo. Ik weet dat mijn oma het best wel regelmatig heeft. Dus nu ben ik bang. Ik lijk best wel op haar. Dat ik het nu ook ineens ga krijgen en zo. Maar meestal als ik bij de dokter kom heb ik niks. Maar ik denk nu wel echt dat ik een blaasontsteking heb. Dus ik ga even in een potje plassen. Maar goed, we gaan er weer tegenaan. Ik eet een lekker kaasappeltje met een gekookt ei in plaats van gebakken. Het is één ei, maar hij ziet er echt vet lekker uit. Nou jongens, ik ben naar de dokter gefietst. Ik heb heel erg koorts. Niet normaal. Ik zit op de wc en ik heb een potje. Een beetje TMI. Ik dacht ik laat het gewoon even aan jullie zien, dit potje. Nu ga ik plassen. En dan weet ik straks of ik een blaasontsteking heb. Als ik het niet heb, zou ik echt niet weten wat ik anders heb. Want het voelt gewoon als een blaasontsteking. Hallo. Soms vraag ik me af of ik niet een of andere hele enge onbekende ziekte heb. Aangezien ik zo vaak kwaaltjes heb die lijken op iets, maar het is het nooit. Ze wilde me antibiotica meegeven omdat ik de kwalen precies heb van een blaasontsteking. Maar het kwam er niet uit. Ze zei, het is wel omdat je het einde van de dag, weet je, je komt rond 4:30 of zo. Dus je kunt morgenochtend nog je urine doen, je ochtendurine. Dus ik heb een bekertje mee, maar Ruben kan het niet brengen en ik kan het ook niet brengen. Vandaag was mijn collega ook ziek en we hadden een hele leuke invaller. Een hele gezellige jongen. Dat was echt heel erg leuk. Net ging ik even nog even boodschappen doen na het potje plassen. En toen kwam ik mijn oppaskinderen tegen waar ik altijd ging oppassen. Ik weet niet, als je me al lang volgt, weet je misschien, als ik zei dat ik ging oppassen, dat was zeg maar bij hun. Dat waren mijn oude buren. En het was zo leuk om ze weer te zien. En het meisje, zij zit in groep 5. Zij herkende me gewoon meteen natuurlijk, maar zij is ook de oudste. En ik dacht dus, de jongste, die zit nu in groep 1. Die was toen ik daar kwam, dat hij nog niet eens op school. Ik dacht, die gaan me vast niet meer herkennen. Maar hij, de middelste zit in groep 3, een jongen. En die zei, ik weet niet wie je bent, maar ik dacht het eerst echt. Maar toen dacht ik, oh, neem me de maling. Gaat die kleinste zo tegen zijn grote broer zeggen, dat is Charlotte, dat is Charlotte. Ging hij hem zo influisteren, dat was echt zo schattig. Want hij blij was dat hij het wel wist. Dan heb ik daar maar tegen gekletst en dan ben ik meteen zo vrolijk. En dan zit ik op de fiets. En dan straal ik helemaal en dan merk ik dat iedereen ook naar me lacht. Herkennen jullie dat? Dat je dan gewoon zo vrolijk... Ik word er echt heel vrolijk van. Ik vind dat echt heel leuk. Ja, ik heb die antibiotica niet genomen. Want ik ga niet als ik iets niet heb een antibiotica nemen. Goedemorgen. Ik voel me echt niet lekker nog steeds. Ik heb... verandering maar eens bedacht om te ontbijten thuis. Omdat ik gewoon echt merk dat ik... Ik denk steeds van wel, ik heb heel veel mee. Maar uiteindelijk heb ik echt, is het gewoon eigenlijk te weinig. Dat het allemaal hele lichte dingen zijn. Dus ik begin met een heel... Voor mij is het best wel een klein bakje havermout. Bij havermout maak ik snel te veel. Dus ik heb 3 eetlepels havermout. Dat is glutenvrije. Ik weet het, die heb ik een keer gekocht. En een beetje sojamelk. Maar wat ik heb gedaan is het echt heel heet laten koken. Want ik merk dat het dan zoveel sneller dikker wordt. En je zoveel minder havermout nodig hebt. Want het was helemaal waterig en het werd maar niet dik. En toen heb ik het echt laten koken dat het vanaf de zijkant helemaal zo gaat. En dan is het gewoon echt super dikke, lekkere havermout. Dus het is echt helemaal ingekookt, zeg maar. Dan is hij veel sneller dik en heb je minder haver nodig. Dus ik ga even 3 eetlepels havermout invoeren. En dan ga ik dit even lekker eten. Dat is ook wel lekker warm. Het is 3:15. Ik zit in de auto. Het begint 4:15. Het is grappig, want de dag ging perfect. Ik heb echt heerlijke dagen.
Ik ben ontzettend gezellig in de klas. Ik voel me ook geen slecht top, maar mijn lichaam laat me echt in de steek. Maar ja, ik ga nu rijden en het is wel echt heel lekker om in de auto te stappen. Deze auto zit zo lekker, dus dat is wel lekker. Maar ja, ik ga. Ik kijk Femke Louise documentaire. Ik ben mijn weekvlog een thumbnail aan het uitzoeken. En ik merk als ik ziek ben wil ik toch gewoon leuke dingen doen om me beter te voelen. Even kijken. Ik heb items toegevoegd die binnen zijn gekomen. We hebben namelijk heel veel nieuwe items back in stock. Superleuk. Waar mensen echt om vroegen van wanneer komt het weer? Heel veel weer aangevuld. Van alles wel altijd één. Want ik merk gewoon dat als ik meer doe, dat, dan vind ik het gewoon ja. Allemaal nieuwe sieraden. Echt heel leuk. Ik ga misschien morgen even goede foto's maken. Want je ziet niet op de productfoto's hoe mooi het is. Want hier lijkt het gewoon oké, leuk etentje. Maar het is echt heel mooi. Ik heb even op Insta Story alles laten zien. Goedemorgen. Ik heb net 25 minuten het schoolontbijt klaargezet. Het is nu nog 1 minuut. Dan komen de kinderen. Dus ik ben weer eens precies op tijd. Zo ziet het eruit. Niet mega gezellig of zo eigenlijk. Maar het is echt best veel werk om alle bakjes en zo te prepareren. Het ziet er prima uit. Dit. Helemaal geen worst of zo. Wel goed. En de muesli is dan krusli. Volgens mij denken ze dat ze heel gezond bezig zijn. Krusli is niet heel gezond, maar voor kinderen maakt het denk ik niet zoveel uit. Brood, ook bruin, best wel goed. Ze kunnen hier bakje bakken. Yoghurt. En dat wordt helemaal gezellig. Ik was net een beetje dom, want ik had een reepje gruyère kaas afgesneden en gegeten. En dat was 30 gram en dat was dus 5 punten. En dat is net zoveel als het pietenbroodje dat hierbij hoort. Dus ik mag nu geen pietenbroodje. Dit is allemaal 0 punten, behalve de Viking witte kaas. Dat is 100 gram, dat is 5 punten dus. Dus ik moet even iets minder dan de helft nemen. En per persoon 10 olijven. Even kijken. Dat is weer heel weinig. 10 olijven, 1 punt. Dat snap ik nou maar niet. Nou, het zijn van die hele kleine olijfjes. En voor de rest is het allemaal 0 punten. Mais is ook 0. En dit was ook best wel veel. 6 punten. Dus echt dingen waarvan je denkt. We hebben het zelfs in de oven gedaan zonder olie. Waarvan je denkt dat het heel weinig is. Is echt mega veel punten. Dus nu ben ik over mijn dagtotaal heen. Terwijl ik echt goed heb gegeten. Best wel lastig hoor. Diner 26. Oh, ik heb het nu verkeerd ingevoerd. 100 gram. Veel? Dan denk je, ik ga een gezonde maaltijd eten. Wow, ik vind het echt lastig. Ik was eerst week vet gemotiveerd. En nu, ik vind het heel moeilijk wat nou de perfecte maaltijd is hoor. Dus moet ik toch maar gewoon boterhammen gaan eten. Omdat ik daar langer vol van zit. Want ik had vanochtend bij het schoolontbijt een boterham genomen. Met kaas. Ja, het is dan 6 punten. Maar yoghurt is 10 punten. Het is heel, ik vind het heel moeilijk. Ik word een beetje een inzink. Zeg maar dan even zo'n negatief momentje. Dat ik denk, jeetje. Het is echt moeilijk. Dit hoort dus trouwens met zo'n broodje en hummus. En deze Ras El Hanou. Hummus is er heel lekker bij, maar dat neem ik dus niet. Ik heb dit. Ja, ik weet dat mijn camera niet scherp wordt. Terwijl ik net nieuw was. Ook weer even klagen, jongens. Want zoals jullie weten is mijn kanaal een klaagkanaal. Dan vinden mensen dat ik klager ben. Maar jullie daar, niet jij misschien, maar een paar anderen wel, dat zijn pas klagers. Die comments. Eindelijk een week waarin je dingen doet. Eindelijk een leuke vlog. Ik vind dat zo'n erge opmerking. Dat kan je toch niet zeggen? Je kunt toch niet gewoon zeggen dat je een vlog alleen leuk vindt als iemand iets doet? Mensen die zeggen dat ik, en heb ik voor het eerst hoor ik dit hoor, dat ik nep ben. Dan denk ik echt, als ik iets niet ben is het nep. Dan zouden mijn vlogs een stuk vrolijker zijn. Ga alsjeblieft YouTubers volgen die alleen de leuke dingen in hun leven laten zien. Of de hele dramatische dingen. En volg niet iemand zoals ik die haar leven laat zien zoals het is. Ook de vlakke momenten dat je gewoon weinig emotie hebt. Beetje shaggy. Ik doe niet alleen maar de enorme pieken en de enorme dalen. Ik laat gewoon mijn leven zien. En als ik dit zeg, zeggen mensen weer dat dan van je bent arrogant. Of ga niet in op de negativiteit. Maar ik wil het gewoon even gezegd hebben. Want ik vind het zo raar wat voor dingen er onder mijn video's worden gezegd. Dat ik denk dat YouTube vriendinnen ook zeggen. Het is echt belachelijk wat kijkers van jou allemaal zeggen. En alsof mijn kanaal perfect moet zijn. Terwijl als ik iets niet ben, is het perfect. Mijn kanaal is totaal niet perfect. Video's zijn niet. Ga je video's editen met dit. En doe dat in je video's. En doe dat. En laat dit niet zien. Laat dat. Dat ik denk, huh? Het is toch mijn kanaal? Ik pak mijn camera zonder dat ik weet dat ik mijn camera ga pakken. Ik laat bijna alles van mijn video's erin. Ik doe nu vrolijker dan dat ik ben. Ik doe het
totaal niet anders. Als ik mijn camera aangaat, ben ik exact hetzelfde als toen de camera uitstond. Wat ik ook jammer vind, dan is er iets negatiefs in een vlog. En dan krijg ik zoveel reacties. En dan is mijn vlog helemaal leuk. En dan krijg ik bijna geen reacties. Ik vind dat een beetje gek. Dus dat wilde ik even delen. Als ik dit soort dingen dus in mijn vlog laat. En mijn vlog is 40 minuten. Dan wordt er in de reacties bijna alleen maar ingegaan op dit stuk. Vind ik ook zo jammer. Dat ik denk, nou ja, deze vlog is tot nu toe helemaal niet leuk. Maar zoveel leuke dingen. En zoveel dingetjes waar je op in kunt gaan. En dan waarom alleen op dat... Waarom ben je zo vreemd? Vreemde reacties. Vreemde sfeer. Jammer. En het is zodat ik aandacht besteed aan haters. Ik zie niet eens als haters. Ik zie het meer als dat mensen waarvan ik denk, wie zijn jullie? Wie zijn die mensen die zich zo ergeren? Als ik bijvoorbeeld Weight Watchers doe en één keer sushi ga eten. En waarom erger jij er zo aan? Waarom vind je dat zo verschrikkelijk? En dit zou ik ook uit kunnen knippen. Maar ik laat dat er gewoon in. Want dat denk ik nu. En ja. En ik had trouwens Ruben 2 balletjes gegeven. Dus ik heb 4 balletjes gegeten. Dus dat is 4 punten. Oh nee, 5 punten. 4, ik weet niet. Oké. Ik vind ook... Nog één ding. Krijg ik een zieke haatreactie. En dan reageer ik eronder van, ik vind je ook niet echt aardig, dit en dat. En dan krijg ik allemaal comments, Charlotte, te behandelen je kijkers met respect, dit zeg je toch niet? Dat ik denk, huh? Waarom, dan ga ik ergens tegen, iemand zegt dit is rot aan jou. En dan ga ik er tegenin, op een beleefde manier nog. En dan, dan denk ik, huh? Maar waarom mag ik niet tegen jou ingaan en jij wel tegen mij? Kom op, jongens. Wie zijn die mensen? Zijn jullie net zo oud als ik? Zijn jullie ouder dan ik? Zijn jullie kinderen? Irriteren jullie aan iets omdat je zelf daar issues mee hebt? Wat is het? Waarom vind je het zo erg? Waarom neem je de moeite om alleen dat te commenten onder die video? Waarom comment je dan niet gewoon niks? Of comment je dat, maar ook iets anders erbij? Of laat je dat gewoon voor je, want het voegt niks toe. Ik ga toch niet, omdat jij dat zegt, ineens iets anders doen in mijn video? Het is toch gewoon mijn vlog? Zoals ik al zeg, dit is mijn week. Ik ga toch niet mijn week aanpassen? Ik ga toch niet... Laat ik nu even iets leuks gaan doen, zodat mijn vlog leuk wordt? Nee, echt niet. Dat kun je bij mij niet verwachten. Ook dat ik dan niet mag zeggen, bijvoorbeeld, ik weet dat ik al 3 keer heb gezegd deze week of 10 keer dat ik koorts heb. Maar als ik dat weer wil zeggen, dan zeg ik dat toch weer. Dat is niet arrogant, dit is mijn kanaal. Dit is mijn leven die ik hierin doe. Voor mij. En nogmaals, dank jullie wel jongens die wel gewoon dit. Ja, oké, doei. Oké, ik heb best wel slechte humor, dus ik weet niet of jullie dit ook grappig gaan vinden. Ik moest je zo hard om lachen, want je ziet letterlijk niks. Oké, je vindt het grappig, waarschijnlijk niet dat. Goede. Nee, mijn camera heeft niet opgeladen. Morgen. Nou, ik heb net mijn camera 2 uur lang opgeladen, omdat ik terug met Lot ga filmen. Lot komt zo, ik mag me dus niet opmaken. Jongens, echt leuk. Het voelt echt alsof mijn vriendin gewoon niet eens alsof er gewoon YouTube iemand komt om te filmen, maar alsof echt mijn vriendinnetje op de koffie komt. Terwijl we elkaar dus pas één keer echt gezien hebben. Zij gaat me opmaken, hebben we uiteindelijk bedacht. Want ik wil heel lang door Lot opgemaakt worden. En we wisten geen video-ideeën. Zij vindt andere opmaken niet eens zo heel leuk. En toen vroeg ze het op Insta. En toen zeiden heel veel mensen Charlotte opmaken. Dus yes. Dus ik mag geen make-up op. Het scheelde wel heel veel tijd. Ik ga even mijn haar stijlen, want ik heb nu heel vaak natural haar gedaan. Maar ik voel nu alweer even... Ik weet niet, als ik dan geen make-up op heb, doe ik het even een beetje stijl. En Lot is er over 10 minuten of zo. En ik moet echt even gaan fixen dat mijn camera nu... opgeladen is Ruben. Ik heb hem net een beetje opgeruimd. En hij is nu weg. Hij wou Lotte wel zien, maar ik zei ja, ga maar. Want hij zit nu te wachten tot Lotte komt. Dat is ook een beetje zonde van zijn tijd. En natuurlijk hebben de katten net weer gekakt in de auto. Ik was echt zo benieuwd of Lotte al is. Is dat Lotte? Nee. Ik weet niet wat voor auto ze heeft. Oh, Lotte heeft volgens mij verkeerd. Dus ik zie haar langs mijn huis lopen. Dus ik zou zwaaien, maar dat raam kan niet open. Oh, ik ga stuk. Nu ga ik haar even pranken. Wacht. Hallo, met John. Nou. Ik trad ze er niet in. Ja, dit voelt. Ik ben je aan het filmen door het oogje. Oh. Hallo. 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 Waar is de bel? Beneden. Jongens, ik dacht even, deze jas moet Lotte toch hebben. Kijk even, kom even in het licht. Ja. Zelfs dicht staat hij leuk. Je voelt je er echt leuk in, hè? Ja, ik voel me helemaal Emma van de Spice Girls. Doe maar eens open.
Maar dicht zit hij ook echt vet lekker. Ja. Lekker warm. Maar er zit een capuchon in je kraag. Ja. Oh ja, deze moet je hebben. Ik dacht nog, moet die kleiner niet? Maar... Nee, ik denk het niet hoor. Nee, met de mouwen ook. Ja, ik denk inderdaad... Ja, hij staat echt heel leuk. Deze moet je echt nemen. Die krijg je. Echt? Ja. Oh mijn god. Moet je wel een mooie foto maken. Ja, deug. Of twee. Kunnen we toch straks bijna doen? Ja. En je moet nog even deze dingetjes straks maken. Ja. Oké, ja, dit is zo leuk. Wacht, ik ga even een Insta voor Combo maken. Leuk doen is mijn specialiteit. Ja, dat weet ik. Kan ik ook 2 jaar mijn make-up doen op mijn nagels lakken? Wat zeg je? Oké, jongens. Had ik het al gezegd op mijn camera? Heb ik jou al gefilmd? Je filmt toch helemaal niet? Ja, hier. Oh. Had ik jou al gefilmd? Weet niet. Ik weet het serieus niet meer. Oh, dat je hier kwam. Jawel, ja, inderdaad. Ja. Jongens, geen make-up dus nog. Eindelijk komt er nu make-up op. Huh, wat heb je weinig spullen? Ga je hier maar alles doen? Ja. Spannend. Hoezo? Weinig spullen? Ja, ik heb altijd heel weinig make-up en ik heb deze hele tas al vol. Ja, maar er zitten ook kwasten bij, hè? Mijn kwasten liggen allemaal hier. Ga je me hier mijn ogen schaduwen? Ja, of, ja, en een beetje gemixt met deze misschien. Deze is echt... Oh. Ja. Maar jij moet beslissen wat het wordt. Ja, maar wel een beetje neutraal. Ja, ik ben wel benieuwd. Want ik moet ook nog gewoon vanavond naar vrienden. Ja. En ik wil zo'n natuurlijke wing, wat jij ook hebt. Ja, daarom heb ik deze kwast bij me. Dat is echt mijn magic tool voor alles. Cool. Hé, deze ken ik. Waar zijn deze van? Van Action, Primark. Primark, ja. Oh, die zijn toch heel slecht? Volgens mij zijn deze helemaal niet van de Primark trouwens. Ik heb deze gekregen van een merk. Oh. Nou, ik ben benieuwd. Maar de camera staat nu op onderkinhoogte. Dus hij moet hoger en dan een beetje naar beneden. Ja, ik denk het wel. Dit is wel echt... Ja, maar ik kon het toch ook nog niet zien, want jij is ook nog niet klaar. Oké. Jongens, ik heb Lotte dus even... Oh, had ik dat wel gezegd van de jas? Ja. Dat heb ik net gezegd. Ja. Ja. Oh, ik ben zo blij dat hij zo leuk staat. Ik ook. Dan heb ik weer een nieuwe jas. Jongens, we zijn nu al vanwege de camera's nu voor de tweede keer uitgevallen. Zij niet zij. Zij heet hij. Zij. Wat? Ze heet hij. Je zei zij. Oh ja, ik ben zo gewend dat Noah een meisje is. Nee, hij. Ze heet hij. Ze heet hij. Noah ging helemaal debiel doen toen Lotte binnenkwam. Hij gaat er straks van achter aanvallen, denk ik. Zou ik weer proberen? Ja, doe eens. Oh, ik heb tegenlicht. Ja, zie je, het is je geur, Lot. Kijk hoe die reageert. Ja. Hij doet helemaal dit. Van... Ja, zie je? Oh. Hij wil echt niet dat ik hem aai. Maar ik vind het best wel grappig, want jij bent juist zo lief en hij haakt je. Ik wil dit echt filmen. Ik heb tegenlicht. Ik ga helemaal stuk hierom. Ik wil gewoon lief doen met jou. Noah, hallo? Ja, hij doet wel zonder nagels, dus het is niet echt... Ja, hij snapt het niet, hij is in de war. Zo van, ik vind je eng of zo. Lotte ruikt dus naar hond. Ja, blijkbaar, maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen van... Eeuw, je nee, naar ik hond. Ruik niks, dat ruikt hij alleen. Ja, je zit me echt aan. Echt je hand. Ja. Terwijl ik heb echt, sinds ik hier ben, al 2 keer mijn handen gewassen. Hoe, dat kan dan toch niet? Oké, stop maar. Wow. Maar ik vind het zielig, want Noah doet het zelf, maar ik vind het zo jammer, want iedereen denkt altijd dat Noah, zeg maar, stommer is en zo. Dat hij nee, dus dat denk ik helemaal niet te vertrouwen is, maar hij heeft een beetje issues. Ja, maar dat is oké. Okay. Ik heb ook issues, Noah. It's all good. Maar ik vind het wel jammer. Ik vind wat daarachter niet helemaal chill. Heb je hem al gezien? Ik heb dus nog niet gezien hoe mijn hoofd er nu uitziet. Kijken vanaf hier? Ah ja, het is wel mooi. Nee? Nee, maar het is lastig als je het... En we moeten nog mascara. Ja, de... En nog de wing. Oh ja. Ik heb trouwens Charlotte opgemaakt, maar waarschijnlijk zien jullie echt vanaf hier echt geen verschil. Ik heb mijn wenkbrauw veranderd. Ja, ze heeft wel de wenkbrauw weer zelf opnieuw gedaan, want die vond ze lelijk. Nee, maar ze vond het te veel niet zichzelf. En dat snap ik ook wel. Want ik vond het wel goed, belangrijk. Wat jij net zei, dat je niet jezelf vond. Dat is het. Het is niet dat je het niet mooi vindt of wil zeuren of zo, maar gewoon... Ja, kijk, als je een keertje heel andere kleuren oogschaduw op hebt, valt dat nog minder op dan wanneer je je wenkbrauwen opeens heel anders hebt. Dus gewoon, en als je nooit een andere look hebt... Hij staat echt zo scheef, of ben ik nou gek? Oh, het is wel heel donker. Ja, maar je kan hem toch ietsje lichter zetten, of niet? Oh, dat kan niet. Sorry, we moeten terug naar voren, het spijt me. Ik heb het een beetje dom gedaan. Dit is echt, het slaat toch nergens op dit? Nee. Sorry! Ik dacht al, oké, nou ja. Daarom duurt het bij mij ook altijd een eeuwigheid voordat ik een video kan opnemen. Je hebt nog steeds keelpijn, hè? Ja. En als ik dan praat, dan voel ik gewoon elke keer dat het weer helemaal droog wordt. Stom is dat. Het is eigenlijk honing.
Ja, thuis drink ik ook de hele tijd thee. Oh, ik ging nog even thee maken. Oh ja. Dus dat werd veel tijd. Nou, je had dat volgens mij het water al gezet, ja. Toch? Kijken. Ja, het was prima. Klein! Wat klein. We zijn heel klein, hoeveel dichterbij? Ja, ietsje ingezoomd. Iets minder tafel? Ja. En ietsje omhoog misschien. Hoger? Ja. Ik ben hier nooit zo heel goed in. Goed? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Okay. Ja? Ja. Ik heb er zin in. Ik ook. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik zit hier vandaag met... Oh ja, jij wil dat ik jij... Nee, ik zit hier vandaag met... Lotte. Opnieuw? Ja, doe maar. Oké. Okay. Ik doe nooit iets opnieuw. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Hallo. Hallo. Wij lopen nu... We wilden met de scooter gaan. We hebben nog een uurtje voordat ik weg moet. Of nou ja, dan heb veel ik nog... Veel minder inmiddels. Ja. Nee, toch? 55. Oh, echt? Zoiets, ja. Oh, okay. En dan moet ik niet weg, maar dan wil ik altijd eventjes 20 minuutjes even chillen, weet je wel. Want dan weer door, anders ben ik altijd te moe. Heb jij dat niet? Oh, ja, jawel. Ja, ik herken dat wel. Ja, ik, mooi. Nu vind ik het trouwens, mijn make-up vind ik mooier als ik een muts op heb. Ja, ik snap dat wel. Ja. Is het wederom meer in balans allemaal? Ja. Mijn look is een beetje eraf. Maar nog wel, je ziet het nog wel een beetje. Maar je moet even de video van Lot kijken. Lot heeft dus de nieuwe jas aan. Ja, van Comme-moi. Jij kan het echt goed uitspreken. Comme-moi. En we gaan nu, ja, we gaan denk ik niet meer ergens lunchen. We hebben eigenlijk te weinig gegeten, maar zoveel snoep. Ja. Niet eens heel veel, maar heel veel verschillende smaken binnengekregen. Ja, echt zo'n sugar rush dat je denkt, oh, ik hoef toch niks meer te eten. Dat je echt, het was ook echt genoeg. Ja. Het hoeft ook niet meer te zijn. Maar dan gaan we even een foto maken of even lopen, want kijk, er is een mooie lucht. Ja, de zon gaat ook gewoon al onder. Echt sick. Wil jij nog wat zeggen? Nee. Oké, jongens, ik heb net even de beelden ingeladen met Lot. En ziet er... Ja, we gaan nu. Zit er... Laten we lichtjes aan, ja. Heel gezellig ziet het eruit. Oh, het is nu wel heel donker. En nu is het 6 uur. Dan gaan we naar Frans Linnen. Heb je de autosleutel? Ik heb geen huissleutel mee. En ik heb nu een nieuwe sieraden om. Laat het straks even beter zien. Het is echt heel mooi. Oh, ik lijk echt heel erg pijn. Ik heb dus echt knallende koppijn en weer een beetje koorts. Ik ben echt niet lekker, maar Lotse ook al. Je was gewoon vet druk. Ik ben helemaal goed. Alleen mijn lichaam is een beetje ziekig, merk ik. Dit zijn dus de nieuwe sieraden. Ik had ze net in het goud om en nu in het zilver. En ze zijn zo mooi. Ik vind het ook echt heel leuk om meer layers te gaan dragen. Dit is de slang. Je ziet het hier. Het is echt een soort van ingegraveerd met een soort bijna braille-achtig. Je voelt het. Leopard hartje. In de oorbellen heb ik de Roman coins in. Daar hebben we geen andere matching items mee. En deze minimal, ik weet niet precies hoe ze heten. En dus ook een matching ring met de slang. En een matching ring met het hart. En ook mijn horloge. En zo leuk met het grijs. Lekker alleen dit aan in de panty. Want dan kunnen we daar gewoon lekker op de bank chillen. En ik heb een scrunchie in. Dat gaan jullie nu denk ik niet zien. Jawel. Het is helemaal leuk. Maar ken je dat als je zeg maar koorts hebt en je hoofd knalt uit elkaar? Dat heb ik dus echt nu. Dus ik wil het ook niet te laat maken. Want ik ben vrolijk, maar eigenlijk voel ik me best wel slecht. Oké, ik heb natuurlijk niks gevlogd. Want ik vlog nooit bij Lynn and Friends. Maar we hadden lekker gegeten. Eigen schuld. Ik ga het dit keer niet meer uitknippen. Doei. Die staat nu op internet. En excuus, roze gekeken en lekker op de bank gelegen. En nu is het 8:15. Ik ga nu naar huis, want ik ben echt ziek moe. Het was wel gezellig. Hé jongens. Weet je, geen vrienden! Zou je elke dag vloggen dat er eigenlijk helemaal niemand is? Dus je zegt van, ja, maar lekker eten, gaan met vrienden, dat er helemaal niemand in is. Ja, omdat Ruben elke dag een ander stemmetje opzet voor mij, zodat het lijkt alsof er mensen zijn. Nee, oké. Okay. Doei! Oké, okay, jongens, we zijn thuis. Ik ga slapen. Het is nog geen 10:30, maar ik ben echt heel erg moe. Ik wil nog even wat laten zien. Ik had namelijk al best wel vaak had Happy Socks mij gevraagd of ik met ze wilde samenwerken. Maar ik dacht altijd van nee, maar nu vond ik het toch wel leuk. Het is gewoon onbetaalde samenwerking. Maar dan moet ik een Instagram foto plaatsen. En daarvoor mocht ik 1 ondergoed en 5 paar sokken uitzoeken. Ik had deze boxer. Niet, ja, ik vond het gewoon heel leuk voor een man. Deze sokken, maar ik zie dat ik... Volgens mij had ik niet 41-46 gedaan, of wel? Oh, eigenlijk is het misschien een beetje groot als je maat 41 hebt. Volgens mij had ik
36,40 gedaan. Ik denk dat het een beetje te groot is. Dat is wel jammer. En heel leuk. Ik wil eigenlijk heel graag een tijdje, een soort van een paar weken achter elkaar, een adventkalender unboxing doen. Ik heb er in ieder geval nu één van Clinique. Die heb ik ooit zelf gekocht en unboxed. Echt geweldig. Ik ben hier zo ziek. Het is echt een van de leukste dingen die ik ooit gekregen heb. Ik ben namelijk enorm fan van Clinique. Dus ik ga een video maken. Laat even weten of je dat ook leuk vindt trouwens. Ik ga het waarschijnlijk sowieso doen. Met deze adventkalender en die van NYX. En ik hoop dat ik er misschien nog één. Het is wel leuk als het minstens 3 video's worden. Even kijken, misschien ga ik er zelf nog eentje kopen. Maar je krijgt natuurlijk heel veel persberichten over adventkalenders. Dus het is altijd heel erg leuk als een bedrijfje dat wil opsturen natuurlijk. Dat je daar een video over kan maken. Dus dat. En dan ga ik nu slapen. Goedemorgen. Ik had het niet verwacht, maar ik voel me beter. Met het een beetje laag. Ik kon niet in slaap vallen gisteren. Ik heb eigenlijk heel vaak als ik zeg maar een uurtje thuis ben voordat ik naar bed ga, dan heb ik echt moeite met in slaap vallen, omdat ik denk ervoor nog best wel druk was. Ik had niet per se het idee dat het daardoor kwam, maar ik deed zeg maar mijn ogen dicht en dan dacht ik, oh ik moet dit nog doen. Oh ik wil dit nog doen, oh ik wil dit nog doen. Dus ik kon echt niet slapen, maar ik voel me echt wel beter. Super chill. Helemaal niet heel moe en mijn hoofdpijn lijkt echt weg. Dus yes. En daar leer ik ook van, dat ik dus niet altijd, maar als ik me niet lekker voel, moet denken dat ik moet afzeggen. Want ik heb gisteren gewoon een drukke dag gehad en het gaat gewoon beter. Hi jongens. Ik wist niet dat dit er zo raar uitzag. Ik vind scrunchies wel echt te leuk, jongens. Ik word er helemaal vrolijk van. Maar hoe ik het net had gezegd, dat we niet lekker. Het is echt chill, want het maakt je haar ook... Je kunt het zeg maar vast doen zonder dat als je het los doet, je haar niet meer goed zit. Wat wou ik zeggen? Nou, je ziet het niet op beeld. Maar ik heb net in de spiegel gezegd, ik zie er weer iets helderder uit. Je ziet dat ik me niet zo lekker voel. Ik heb nu mijn gezichtsmake-up eraf. Maar ik heb nog wel mascara en wenkbrauw op. Maar, zie je? Mijn ogen zijn wel helder of zo voor een dag werken nog. Dus ik voel me echt wel beter. Ik ben helemaal dol op mijn nieuwe kettingen. Ik voel me dus vet goed. En het is vrijdagavond, 7:30. Ruup is er niet. Ik zit Femke's documentaire te kijken. Bij de laatste van de 4 afleveringen. Toch wel, ja, heftig. Je kunt zeggen heftig. Niet, er zijn heftigere dingen, maar het is toch wel interessant om te zien. Op zich had ik dit ook wel verwacht. Gewoon een meid die gewoon eigenlijk veel te hard werkt, weet je wel. En er zo ingevallen is, maar ik vind het wel leuk. En ik vind Femke's liedjes op zich ook wel leuk. Ik vind haar, ja, ik vind haar niet de beste zangeres, maar ik weet ook wel dat er autotune op haar liedjes zit en zo. Maar ik vind haar liedjes wel gewoon heel lekker klinken. Ze heeft wel een lekkere sound, vind ik. Dus ik heb gewoon een tv-avondje. Ik ga zo de video met Lot bewerken. Met Lot klinkt als Lotte, ik bedoel Lotte. En volgens mij is die echt heel gezellig geworden, want die komt zondag online. Ik heb nog wel trouwens, ik weet niet of iemand daar misschien weet wat dat kan zijn, want... ik weet dat als ik op de basisschool echt het enige kind was die nog nooit in zijn leven hoofdpijn had ervaren. Ik weet niet hoe hoofdpijn voelde en zo. Wist dat niet. Ik heb sowieso niet vaak hoofdpijn. Maar van deze slaap tot deze slaap. Zulke steken. En het gaat maar gewoon niet weg. Vraag maar wat dat is. Ik heb dus trouwens gisteren foto van Lotte gemaakt, jongen. Jongen. Voor haar. En ook meteen voor Kongwa. Want ze had die jas aan die ze heeft gekregen. Nou. Zo. Nou, ga maar naar de Instagram van Komoa trouwens. Of naar die van Lotte. Lotte gaat morgen ook plaatsen. Wat een prachtkind. Haar haar, haar hoofd. Zo prachtig. En ik heb haar ook op de website gezet. Moet je maar even kijken. Kijk sowieso even naar de nieuwe sieraden op de website. Want ze zijn echt heel leuk. Hé, hey, Christine. Chris. Jongens, ik moet het even delen. Ik heb een soort van restaurant salade voor mezelf gemaakt. Ik wilde salade eten, maar ik had nog best veel punten over. Dus ik heb een soort niet... caloriearme salade gemaakt. Maar dit ziet er zo goed uit. Oh my god. Ik wou een soort van Caesar, maar dan anders. Oké. Okay. Ik heb ijsbergsla. Cherry tomaatjes. Half bakje doormidden gesneden. En een hele rode paprika in repen. Toen heb ik daar overheen. Heb ik van yoghurt dressing. Zeg maar van die magere yoghurt dressing. Gemengd met een eetlepeltje truffelmayonaise. Want het smaakt naar truffel. En een eetlepel mierikswortel of iets meer. Dat is de dressing. Een dikke dressing. Daar hou ik normaal niet eens van. Dat heb ik er toen overheen gedaan. Toen heb ik het kleine stukje gruyère wat we nog hadden in hele dunne plakjes gesneden. En wow, ik ging heel snel lopen. Daar overheen gedaan. Toen heb ik van Falaise crispy chickens. Die had ik nog nooit geproefd. Er zitten 5 in een pak. Ik heb er 3. Uit de airfryer zonder olie. Maar volgens mij zit er in het deeg een soort olie. Erop gelegd. Toen er overheen nog een paar van die kaassnippers. Een beetje pesto die we nog hadden liggen. Erop. En... nog een beetje dressing. Dus echt die dressing, pesto, kaas, alles is echt ziek vatsig. Maar kijk hoe dit eruit ziet. Wow. Ik weet niet of de smaakcombi lekker is.
Misschien wel helemaal niet. Deze kip is zo goede voor namaak. Voor bijvoorbeeld op een salade. Mmm. Morgen allemaal. Sorry voor mijn vieze badjas. Ik heb gisteren de hele dag... Even kijken trouwens, lieve kittens. De hele dag thuis gezeten. Want ik heb dus de hele... Ik wil zeg maar... vaak voel ik me niet lekker op mijn werk. Maar dan denk ik, ja, dan ga ik wel in het weekend ziek zijn en niet op mijn werk. Want ik wil me niet op mijn werk ziek melden. Maar wel jammer, want daar heb ik dus de hele dag niks gedaan. En alleen maar thuis gezeten. Ik voel me eigenlijk nog niet beter. Vanochtend ben ik ongesteld geworden. En geen ibuprofen of alleen Feminax of paracetamol in huis. Dus echt niet geslapen. Echt heel erg balen. En gisteren heb ik spontaan afgesproken met Lot. Want Lot geeft mij zoveel goede energie. Echt, die meid. Ik vind haar zo leuk. Ik ben zo blij met onze vriendschap. Dat weet ze ook. Hoi Lot. ook onze video's zijn vanochtend online gekomen. Zo leuk. Zo gezellig. Ik ben heel blij met haar in mijn leven. Dus ik voel me nu echt niet lekker. Maar ja, tweede, zeg maar, om te gaan werken en vervolgens alleen maar ziek thuis te zitten in het weekend vind ik ook niet leuk. Ik heb het idee dat ik er ook niet echt beter van word. Want ik ben niet ziek als in dood ziek thuis zitten. Maar gewoon helemaal niet lekker. Mijn weerstand is gewoon een beetje op. En ik merk gewoon dat ik heel erg tegen ziek aan zit. Dus nu ga ik mijn haar gewassen, me klaarmaken. Dan ga ik zo naar Utrecht met de auto. Het is helemaal geen mooie dag. Maar Lotte en ik gaan even van 1 tot 4 foto's maken en lunchen. En ik neem ook weer wat Komma dingetjes mee. Want ik vind het zo leuk om foto's van Lotte te maken voor de webshop. En ze heeft het ook leuk, want ze heeft ook weer foto's voor de Insta. En ik ga foto's maken. Maar ik vind het heel leuk om op mijn webshop zeg maar meerdere gezichten te hebben. En Lotte is gewoon echt super mooi en echt super fotogeniek. Dus echt helemaal leuk. Dus ik voel me helemaal niet lekker. Maar ook vanochtend stuurde ze mij een voice memo en ik hoor haar stem. En haar energie. En ik ben gewoon meteen helemaal chill. Dus het kan helemaal geen kwaad om eventjes eruit te gaan. Dus daar heb ik wel ontzettend veel zin in. Het is echt leuk. Ook al voel ik me zo slecht. Ik heb er super veel zin in. Dit is, kan ik wel zeggen, echt een hele saaie weekvlog. Nu weet ik het zeker. Want ik heb volgens mij behalve Lotte donderdag en vandaag niks gefilmd. Zo goed als. Maar ja, live. En ik ga lekker met de auto naar Utrecht. Het is net zo snel met de trein. Maar dan kan ik even lekker spulletjes meenemen. Kan ik daar live boodschappen doen. Want daar ben ik ook niet aan toegekomen. Mijn hoofd knapt uit elkaar, dus ik ga straks even eerst zitten mooi en zo regelen. En yes. Laatste weekvlogdag. Hey kittens. Ja. Aangezien ik toch met de auto op ga, wil ik even allemaal Komma spulletjes aan meenemen. Even wat sjaals. Hier wat mutsen, baretjes, headbands. En even twee kledingstukken. Om eventueel fotootjes te maken. Ik vind het zo leuk om Lot op mijn website te hebben. En zij vindt het ook helemaal leuk en prima. Dus dat neem ik even mee. Wie weet, al is het één ding, maar dan kan ze even lekker kiezen wat ze ook leuk vindt of zo om op de foto te doen. Gaan we nu opmaken. Ik ontbijt trouwens nu best wel veel met havermout. 4 eetlepels glutenvrij. Ik weet niet of dat zin heeft, maar die heb ik staan. Met een beetje Alpro Light sojamelk. En koffie, ook met die sojamelk. Wat ik zeg over Lot, ik ga er best wel lang op in misschien. Maar dat zeg ik omdat ik de laatste tijd heel erg bezig ben met bewustwording. Van dat ik mezelf eigenlijk wil omringen met mensen die me positieve energie geven. En niet dat ik dan chagrijnig ben en iemand mij vrolijk moet maken. Niet in die zin. Maar dat ik dus... Ik kan best wel moe zijn. En ik kan best wel... Ja, ik ben niet echt een chagrijnig persoon. Ja, als ik honger heb of ongesteld ben. Of zoiets, dat soort dingen. Maar ik ben op zich best wel een positief ingesteld persoon. Misschien denk je dat niet. Omdat ik bijvoorbeeld heel kritisch ben tijdens dingen. Ik ben wel kritisch. Maar ik ben van mezelf wel positief ingesteld. Ik zie altijd wel positief het leven in. En ik vind het heel erg fijn om... ik geloof op zich wel in... Ik ben helemaal niet... spiritueel of zo, maar ik geloof wel in energie van mensen, zeg maar, dat iemand een goede energie om zich heen heeft hangen. En dat is bij Lotte heel erg. En zodra zij mijn voicemail stuurt, ben ik vrolijk. En zit de vrolijke kant van mij ook meteen omhoog, weet je wel. En je hebt best wel sterk, dat weet je waarschijnlijk zelf ook wel, dat je iemand, dat mensen zeg maar de energie uit je kunnen trekken. Of dat je heel vrolijk bent, zodra je iemand ziet, ben je ineens heel moody. Terwijl je wel zin had om die persoon te zien, dat soort dingen. En daarin merk ik, dat is toch als je ouder wordt, dat ik merk van ja, ik wil dat soort mensen heel graag in mijn leven. En Lotte is gewoon echt op mijn pad gekomen eigenlijk. Ik ben er niet naar op zoek of iets, maar ik ben er zo ontzettend blij mee. Dus dat wou ik nog even als toevoeging in deze weekvlog. Wow, als ik kort haar zou hebben. Eww. Hey jongens, ik heb dit aan. Het is nu 10:30. Lotte is angry. Ja. Hoi. Weer spikken. Het plakt hier aan. Leuk. Als er iets is wat ik vies... Oh, je vindt mij nog steeds. Ja, Lotte is vandaag met de verkeerde benen uit bed gestapt, zegt ze. Maar ik vind haar echt hilarisch. Blijf maar wiebelen. Eigenlijk moest hij aan haar kant, maar ze wilde dat ik hem aan mijn kant deed. Want ze had er geen zin in. Is dit goed? Nee. Nee, het gaat maar nooit... Maar is het te hoog. Wacht, ik weet het. Het is beter zo. Is het dan zo?
Nee, echt niet. Deze bij jou. Toch? Nee, dat kan echt niet, want je kan geen menukaart eronder. Biermenu, ja, hier. Doe deze. Nee, dat kan echt niet. Waarom niet? Want geen biermenu eronder doen. Oké, jongens. Even een... Oh, mijn hoofd is best wel vriendelijk. Ja, ik ging jouw contour proberen, maar ik had het weer te laag gedaan. Ik heb nu 3 kettingen om. Hé, hey, maar jij hebt deze een beetje... Oh nee, dat is een andere. Ja. Yeah. Die in zilver is even mijn lievelings. Deze is wel heel lang. Dit klinkt als IKEA. Graaf het lachs. Ik wil of die... Ja, dat. Geitenkaas met walnoot. Dat is verwarrend. Nee, volgens mij is dat een soort zalm. Een soort zalm. Nou, nu wordt mijn vlog saai. Doei. Dat zeggen mensen... Lotte, ga je slag om er doorheen roeren? Nee. Oh. Dat is echt een domme vraag. Even inzoomen. Wat vinden jullie van deze chocomel? Ga je alles met de lepel eten als soep? Nee, maar ik wil het even vanwege de slagroom dan... Kijk, ik doe even een Charlotte na. Voor mij is het echt... Bevalt hij? Wanneer komt ons eten? Nee, maar gewoon... Dan proef je het. Toch? Ja, het is, ja, het is echt waar. Ik snap niet als mensen dat niet doen. Wat vinden jullie van Lotte's ketting? Ze heeft hem nieuw, van een webshop. Ja, welke webshop was het ook alweer? Kom maar mooi of zo? Ja, iets met... Kom maar mooi of zo? Kom maar mooi zijn. Kom Lotte. Kom Lotte. Ja, dat is de korting. Oh, sorry. Nee, welke kortingscode? Code Kom Lotte. Bij elke bestelling krijg je 80% aandelen. Nee, dat is echt niet waar. Ik krijg helemaal niks ervoor. Gewoon echt niks. Nee. Dit is een liefdadigheidsengeltje. Van mij naar jou? Ja. Ja, dat is zeker waar. Lotte! Dit is mijn salade. Dit is Lotte's salade. Ja, wel lekker met biefstuk. Eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Ja, een beetje wel. Alleen anders iets erop. Eet smakelijk. Dankjewel. Vinden jullie ook dat Lotte er met oorbellen ineens heel anders uit... Oh, nee, op beeld komt het niet echt over. Dat ze er veel volwassener uitziet of zo. En nu zie ik ze oorbellen niet eens. Nee, op beeld komt het niet over. Waarschijnlijk ziet niemand verschil. Vinden jullie dat Lotte vaker oorbellen moet dragen? Doe een polletje. Ik vergeet dat altijd. Ik ga het wel doen. Zo, soms zie je... Hier zie ik er gewoon goed uit. Lotte en ik werden echt gek. Het was zo gezellig. Maar ik ben dus heel erg ongesteld en niet helemaal lekker. Al niet helemaal top. En Lotte zei volgens mij ben ik met het verkeerde been uit bed gestapt. En ik merkte er helemaal niks van. Maar dat ze zichzelf een beetje zo voelde. En dan gingen we foto's maken. Want de vorige waren zo ziek mooi. Dus we hadden helemaal verwachtingen. En het was gewoon niet wat het was. Die van mij waren echt verschrikkelijk. En die van Lotte waren gewoon normaal. Weet je wel. Maar nu... En dan haten we dat we dan meteen allebei daarom zo kunnen balen. En dat is echt zo'n stom einde. Dat we geen leuke foto's hebben. Echt heel stom. Dat is heel irritant is dat je gewoon jezelf er leuk uit kunt zien. En dat je dan door foto's je een beetje down kunt voelen. Ik weet niet of anderen dat gevoel kennen. En dat haat ik dus een beetje aan die pressure om foto's te maken. Dit was gewoon op een gezellige manier. Maar je merkt, als het niet lukt, baal je. Dus eigenlijk is het wel gezellig. Maar in je achterhoofd weet je van ik wil gewoon die foto voor mijn Instagram hebben. En baal je als je hem niet hebt. En dat is zo stom aan social media foto's maken. Nu is Lot naar de trein. Het was eigenlijk weer te kort. Nu moest Lot weg. Vorige keer moest ik weg. Niet helemaal voldaan gevoel of zo hadden we allebei. Misschien klinkt het nu heel raar als je niet weet waar we het over hebben, maar goed. Nu ga ik naar huis, maar ik wil nog helemaal niet naar huis. Het voelt nog helemaal niet voldaan. Morp. Oké, jongens, heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ga even naar mijn Instagram als je leuke foto's wil zien. Ik heb wel leuke foto's geplaatst deze week. Bedankt voor het kijken. Sorry. Doei, jongens.